What's up mensen, Melle aka Animals hier. En welkom bij een Q&A video. Ik wou deze Q&A eigenlijk al wat eerder posten, maar... Ik ben het een soort van vergeten. Tja, nee, niet alleen per se dat. Ik heb het gewoon sowieso super druk gehad de laatste tijd. Maar gezien ik toch niet zo lang geleden de 4000 subs heb behaald, dacht ik... Kan ik net zo goed als 4K subs Q&A. Dus ja, dat is wat we nu gaan doen. Let's go. Oké, de eerste vraag komt van Missy IT. En ze vraagt, wie is je favoriete YouTuber? Nou, mijn favoriete YouTuber is sowieso Armo... Nee, eigenlijk kijk ik fucking veel verschillende soorten video's en heb daarom niet één favoriete YouTuber, maar er zijn wel meerdere die ik echt voor kijk. Kijk bijvoorbeeld van de iDubbbz, H3H3, Anomaly en nog wat andere YouTubers. Toen maak ik allemaal hele andere video's, maar dat vind ik eigenlijk juist mooi aan YouTube. Je kan gewoon kijken wat je wil en waar je zin in hebt op dat moment. Wat mensen ook uploaden, zijn altijd wel wat mensen die hun content willen bekijken. Ook had ik niet echt een duidelijk antwoord, ik hoop dat je vraag genoeg beantwoordt. Thanks voor de vraag. Oké, volgende. Super slecht kanaalvraag. Kun je mijn vraag beantwoorden? Nee. Oh, wacht, fuck. De volgende vraag komt van Dr. Breinbeer. En hij vraagt, waarom heb je een beerlogo en heb je video's niks met de beer te maken? Nou ja, deze vraag klopt niet helemaal meer, aangezien ik inmiddels natuurlijk een adelaar als logo heb. Nou ja, trouwens niet dat een adelaar veel te maken heeft met mijn video's, maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Anyways, de reden dat ik een beer had als logo, is eigenlijk heel simpel. Ik had een vriend gevraagd dat hij een logo voor me wilde maken. En dat is wat hij had gemaakt. Nou ja, ik dacht dat hij dat had gemaakt. Uiteindelijk ben ik namelijk dat hij het logo gewoon van het internet had gejat. Weten jullie gelijk allemaal waarom ik van logo ben veranderd? Er is niet echt een speciale reden waarom ik een beer als logo heb. Ik vind beren best toffe dieren. Maar het was niet alsof ik specifiek een beer als logo heb gekozen, omdat ik er iets speciaals mee had. Laat me trouwens weten wat jullie van mijn nieuwe logo vinden. Ik vind het persoonlijk zelf heel tof, dus ik hoop dat jullie hem ook mooi vinden. Thanks voor de vraag. Nou jongens, nu volgt een hele diepe vraag. Xander Hendricks vraagt namelijk, heb je wel eens een gans gelikt? Nou ja, dit is dus echt heel toevallig. Want net voor ik deze vraag ging oplezen, was ik namelijk klaar met het likken van mijn gat. Zoals Xander zei, het is echt een aanrader. Maar je moet wel zeker maken dat het een goede gans is. Ik vind persoonlijk dat ganzen het beste likken als ze rond de 5 kilo zijn. Maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Nog veel ganselijk plezier toegewenst, Xander. Wauw, dat is echt niet bepaald iets wat ik had verwacht ooit in mijn leven te zeggen. Volgende vraag. Voor Battery vraag. Kan je zelf je video van de Illuminati inspreken? Ik zou dat op zich wel kunnen doen, maar ik weet niet of Harry dat wel tof zou vinden eigenlijk. Hij is namelijk heel trots op zijn video's en ik denk niet dat ik op zijn niveau zou kunnen komen. Anders bel ik wel even om te vragen wat hij ervan vindt. Hallo? Hey Harry man, hoe gaat het mee? Hey, zou ik een keer een Illuminati video mogen inspreken? Nee. Oké. Ik denk dus niet dat dat wordt. Maar als er meer van jullie zijn die het echt graag willen, kan ik hem misschien wel overhalen. Milan vraagt, hoe ben je bezig met één Illuminati video? Nou, ik weet nou niet precies of je bedoelt hoe lang ik ermee bezig ben of hoe ik ze maak, maar ik zal het alle twee wel gaan beantwoorden. Het is natuurlijk heel erg aan hoeveel ideeën je hebt op het moment van het maken van de video's. Maar denk ik over het algemeen ongeveer 4 uur over de video's doe. Het is op zich best veel werk voor een video van slechts een minuut, maar ik vind het leuk om te doen. Dus het voelt altijd redelijk kort. En ja, hoe ik het maak? Nou ja, ik begin meestal gewoon met naam en dan ga ik denken over random dingen die met die naam te maken hebben. En dan daarvan ga ik ook weer denken over dingen die met dat andere random ding te maken hadden enzovoort. Totdat ik tevreden ben met het einde en de video ongeveer tussen de 1 minuut en de 1 minuut 30 langer. Ik wil niet dat ze te langdradig worden, maar ik wil natuurlijk ook niet dat ze te kort worden. Als jullie graag langere video's zien, laat me dan weten in de comments. En dan zal ik proberen in de toekomst video's toch wat langer te maken. Bedankt voor de vraag. UGF vraagt, wat vind je van mensen die zelf promotie doen op jouw kanaal? Over het algemeen vind ik dat er heel erg aan ligt hoe de YouTubers comment is en hoe ernstig de zelfpromotie is. Als mensen letterlijk iets commenten van abonneer op mij en ik abonneer terug, dan vind ik dat natuurlijk een beetje belachelijk. Als je het mij vraagt, is het beste belediging voor de uploader van de video, omdat het best wel laat zien dat je eigenlijk niet eens hebt gekeken naar de video. Maar aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat het heel frustrerend kan zijn om vrijwel geen views te krijgen terwijl je zelf vindt dat je gewoon goede video's maakt. Daarom laat ik meestal comments die ook gewoon wat leuk zijn erbij ofzo wel staan. Dit betekent trouwens niet dat iedereen nu maar zelfpromotie op mijn kanaal moet gaan achterlaten met een leuk berichtje erbij. Want dan word ik er alsnog gek van. Thanks voor de vraag, Rieger. Pizza eten vraagt. Hou je van pizza? En zo ja, welke? Nou, ik snap niet eens waar je dat moet vragen. Want volgens mij houdt elke normaal persoon wel van pizza. Nou ja, oké. Ik ben niet echt een normaal persoon. Maar ik vind het wel moeilijk om een favoriet te geven. Want eigenlijk heb ik niet echt een favoriete pizza. Meestal neem ik gewoon de pizza met de meeste shit erop geflikken. Want ik vind altijd bij pizza dat hoe meer shit erop zit, hoe beter het wordt. Zolang maar veel op zit en het gewoon lekker smaakt. Rikker 2004 vraagt. Ga je ooit een video met een webcam doen? Jazeker. Tenminste, ik ben van plan om binnenkort video's met facecam te gaan maken. Ik weet nog niet precies wanneer, maar waarschijnlijk is het wel in de nabije toekomst. Ik hoop dat als mijn video's met facecam gaan recorden, mensen ook meer geïnteresseerd worden in de game content. Want die krijgen over het algemeen een stuk minder views dan de Illuminati video's. Niet dat het me heel veel uitmaakt, want ik vind alle twee leuk om te maken. Maar het zou toch tof zijn om te zien dat mensen de gaming video's ook meer gaan bekijken. Anyways, goede vraag man. Onbekend Confirmed vraagt, hoe heb je de naam Harry bedacht? Om heel eerlijk te zijn, heb ik niet echt nagedacht over de naam. Ik wilde gewoon een pakkende naam bedenken die gewoon compleet random was. En Harry was eigenlijk de eerste wat in me opkwam.
Ik heb er nou eigenlijk helemaal niet meer nagedacht of het echt een goede naam was. En gewoon een naam gehouden. En dat vind ik juist het mooie eraan. Het is gewoon een compleet random naam die ik gewoon zomaar een keertje heb bedacht. Luxpot Games vraagt. Als je 10.000 volgers krijgt, wat ga je dan doen? Ik heb werkelijk geen idee wat ik ga doen als ik 10.000 volgers heb. Aangezien ik nog niet eens de 5.000 heb bereikt. Maar ik zou sowieso wel wat groots willen doen. De 10.000 abonnees halen zou een enorme mijlpaal voor me zijn. En ik zou super blij zijn als ik überhaupt uit zo'n werk kom. Dus ik zal zeker wel proberen een mooie en speciale video voor te maken. Maar ik denk dat ik eerst maar even voor de 5.000 moet gaan. Aangezien ik die nog niet eens heb. Thanks voor de vraag, man. Juts vraagt, heeft de Illuminati jou gevraagd deze video te maken? Oh, kutsoi Harry, ze hebben ons door. Nee, maar even serieus. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de inmiddels alweer bijna 4500 abonnees. Ik weet dat er de laatste paar dagen heel wat abonnees bij zijn gekomen door de video van Calvijn. Dus ik wil jullie hierbij allemaal een warm welkom heten op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie allemaal van mijn video's genieten en blijven genieten. En ik hoor graag jullie reacties, of ze nou positief of negatief zijn. Maar ja, dat was het dan weer voor de video. Ik hoop dat jullie het tof vonden en dat jullie ook wat meer te weten zijn gekomen over mij en mijn kanaal. Mijn naam is Animalsy en ik zie jullie allemaal later.